Sander van der Streek, 1-0 overwinning op Almere City en weer terug. Hoe fijn is dat? Ja, het is altijd een goed gevoel om weer terug te zijn natuurlijk. Ja, het was een zware pot, maar ja, blij dat we een overwinning over de streep hebben kunnen trekken. Was het echt vechten om deze 1-0 te behouden? Ja, op een gegeven moment merkte je wel dat we in een sterke fase kwamen. Dat was net na het doelpunt en er net voor. En toen hadden we eigenlijk misschien nog wel één of twee kansjes kunnen creëren. Maar goed, op het laatst komen we ook een paar keer denk ik heel goed weg. Dus dan merk je op een gegeven moment dat het in de laatste minuten echt vechtvoetbal wordt. En dat je echt moet strijden voor de punten. En gelukkig is dat gelukt, ja. Een uitwedstrijd die je wint, dat is in het begin van het seizoen wel anders geweest. Dat is wel prettig. Je bent zelf na een blessure weer terug. Heb je nog last gehad van je blessure of kun je helemaal vrij weer voetballen? Nee, we hebben lekker voorzichtig gedaan en nu ben ik weer helemaal terug en helemaal fit. Dus als ik nu nog wat zou voelen, zou het ook zeker niet goed zijn. Dan had ik waarschijnlijk ook niet bij de selectie gezeten. Dus ik ben blij dat ik helemaal niks meer voel en 100% fit ben. Jullie beginnen weer met 3 of 5 man achterop. Ruststand van 0-0. Wat zei de trainer op dat moment tegen jullie? Nou, ik moest in de rust gaan warmlopen, dus ik heb het niet helemaal meegekregen. Maar we zijn een ander systeem gaan spelen natuurlijk. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook gezien. En een stuk aanvallender gaan voetballen natuurlijk. En wat opportunistischer. Het meest belangrijke is dat met deze overwinning dat je een directe concurrent een klap geeft. Kunnen jullie nu ook direct weer verder omhoog kijken? Nou ja, we kijken eerst gewoon naar de volgende wedstrijd natuurlijk. MVV thuis, dat is ook een belangrijke pot denk ik. En als we de lijn willen doorzetten en natuurlijk voor die plekken aan het spelen zijn, dan moet de volgende week ook gewoon gewonnen zijn. En dan zet je ook weer een belangrijke stap richting de subtop. Dan ben je weer een week verder. Zou je dan ook een hele wedstrijd weer kunnen voetballen? Ja, dat gaan we dan even bekijken natuurlijk. Ik denk het wel, maar goed, we kijken van de week hoe ik me voel. En ik moet zeggen dat deze 30 minuten best wel pittig waren, omdat wat je net zei, je bent aan het vechtvoetballen. En dat kost veel kracht, dus we kijken volgende week weer. Maakt dat de overwinning wel lekkerder als je hard vecht en hem dan toch over de streep kan trekken? Ja, dat voelt altijd goed, ja, zeker.